Dat doet ze. Ja, hoeveel gaat deze weer? 5 euro. 5 euro? Oeh, dat is toch wel. Ik ben Lieuke. En je staat hier met een mooie kraam. Heb je al wat verkocht? Ja, al best veel. Hoeveel ongeveer dan? Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk 30 euro of zo. Dan kun je dat mooi gebruiken na de vakantie. Ja, lekker veel kopen. Oké, okay, wat ga je ermee doen dan? Dat weet ik nog niet precies, maar ik denk gewoon bij mijn zakgeld. En dan, we gaan naar Italië op vakantie. Dus misschien zie ik daar nog iets leuks. En dan dat kopen van dit geld. Hoeveel gaat deze weer? 5 euro. 5 euro? Oeh, dat is toch wel. Ik ben Lieuke. En je staat hier met een mooie kraam. Heb je al wat verkocht? Ja, al best veel. Hoeveel ongeveer dan? Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar ik denk 30 euro of zo. Dan kun je dat mooi gebruiken na de vakantie. Ja, lekker veel kopen. Oké, okay, wat ga je ermee doen dan? Dat weet ik nog niet precies, maar ik denk gewoon bij mijn zakgeld. En dan, we gaan naar Italië op vakantie. Dus misschien zie ik daar nog iets leuks. En dan dat kopen van dit geld. Ondanks de schaarste komt er in de Almeloze binnenstad iets moois boven water. De bouw is inmiddels zo ver gevorderd dat al goed zichtbaar is hoe het eruit zal komen te zien. Als eenmaal de bouwhekken en de bouwkranen verdwenen zijn, wordt het weer mooi in Almelo. Met een haventje voor het terras bij Niels. En als je kijkt naar de foto's uit 1920, dan heeft het Centrumplein een heel grote ontwikkeling doorgemaakt. Stuur maar naar mij. Wat doen jullie er allemaal aan om het allemaal voor die dieren en voor de mensen hier zo aangenaam mogelijk te houden? Ja, het is hier gewoon echt bloedje warm. Vooral voor de dieren. Nou, we geven de dieren extra water. 3-4 keer daags lopen we rondjes om goed de waterkannen bij te vullen.
We zijn er bezig om met extra hooi bij te geven, te voeren. Helaas moet de wintervoorraad er al aan geloven, want ja, er groeit helemaal niks, geen gras. En voor de jongens, ja, natuurlijk hebben we net een zwembadje aangeschaft en er wordt er druk gebruik van gemaakt. Dus lekker afkoelen in het zwembad. De warmte hebben dan? Ja, nou, je merkt het wel aan alle dieren hoor. Zijn... De beesten moeten extra hooi, hè? Ja, extra hooi bijvoeren, extra water, een appeltje op de pony, appelen en water. Oh, dus die ponies die krijgen een extra douche? Ja, ja. Echt warm, vooral de kippen die zijn er flink aan het hijgen. En ja, ze hebben het echt allemaal flink moeilijk, zeker weten. Ja. Maar met jullie hulp zal het vast goed komen? Ja, zeker weten, zeker. Beetje extra liefde, extra water doet ze wonderen, hè. Dankjewel. Graag gedaan. Zoals u wellicht weet, hebben wij hier een buurtproject, Idylle Almelo Noordoost. En dat bestaat uit een aantal elementen, waaronder begrazing met schapen op bouwkavels. Dus die onderhouden we voor de gemeente. We hebben hier ook de scharrelvarkens zichtbaar gemaakt. We hebben bloembollen geplant, we hebben een bloemenstroken aangelegd enzovoort. En daar hebben we nu dus ook een bloemenpluktuin aan toegevoegd. Al die grond, hoe kom je daaraan? Ja, de gemeente die stelt grond beschikbaar, ook voor dit bloemenpluktuin. Hoe kijk je er tegenaan? Vind je het gelukt? Ja, het is eigenlijk heel goed gelukt, denk ik. Zoals je al ziet, het ziet er al prachtig uit. Een heel groot project. Hoe heb je dat kunnen realiseren? Ja, het is inderdaad groter als je het op het eerste oog misschien denkt als je het ziet. Maar er zijn heel wat partijen bij betrokken geweest. Allereerst de provincie Overijssel. Die hebben een subsidie verstrekt om dit mogelijk te maken. Verder hebben we heel veel partijen gehad die geholpen hebben met de uitvoering. Allereerst het Carmel College. Onder leiding van Chris van Bentum. Met speciaal onderwijs van VSO De Brug hier in Almelo. Onder leiding van Annemie Gering doen we het onderhoud. We hebben verenigingen van de Natuurrust erbij gehad. Die ons educatief ondersteunen, zeg maar. En ook educatieve elementen aanleveren. Verder zijn we natuurlijk ook actief geweest met buurtbewoners. Om dit allemaal uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dus al met al, inderdaad, een heel project. Een heel maatschappelijk project, als ik het zo hoor. Ja, het is zeker een heel maatschappelijk project. En we beogen in die zin ook echt maatschappelijke doelen. Het gaat over gezond bewegen. We willen de wijk natuurlijk aantrekkelijker maken, zodat mensen hier graag komen. Andere doelstellingen die we ook nog hebben is dat we hier schoolklassen willen ontvangen. Dus dat kan ook gaan gebeuren. En we hebben nu al aanvragen binnen van seniorenorganisaties of ze hier ook met senioren mogen komen. En wat hebben jullie eigenlijk zelf ervan geleerd? Nou ja, dat je heel op tijd moet plannen natuurlijk. En dat je ook al die partijen die in dat proces wat doen, dat je die op tijd daarin meeneemt, zodat ze ook op het goede moment beschikbaar zijn. En wat wel een heel mooi wauw moment was, was het moment dat speciaal onderwijs de leerlingen al die planten erin gezet hebben. En het zag er eigenlijk vanaf het eerste moment prachtig uit, terwijl er nog geen bloem in zat. En het gras stond er nog niet op, maar het zag er al heel mooi netjes strak uit. En dat was echt wat mij betreft wel een fantastisch wauw moment. We zijn vanavond in onze laatste clubavond voor de vakantie. En die sluiten we altijd af met varen met de boten. En daarna gaan we naar Enever om de avond gezellig af te sluiten. En 6 september beginnen we weer met het nieuwe seizoen. Er zijn veel mensen aan het varen, maar er zijn ook veel mensen die met boten aan het bouwen zijn. Het is een boot die is al minstens net zo oud als dat ik ben. En de oorspronkelijke bouwer die heeft het nooit voor elkaar gekregen om hem op de vleugel te zetten. Omdat er toen gewoon de techniek nu niet zo ver was. Dus of de motor was te klein, te slap, of hij was te groot en daarmee te zwaar. Tegenwoordig met de brushless techniek en de lipo's en zo is er eindelijk genoeg. Kun je klein genoeg accu's krijgen, klein genoeg motoren krijgen die wel het vermogen hebben. Maar wat je hier hebt is, omdat de kracht overgebracht moet worden op de vleugel, daar zit een metalen as in. En die begint te resoneren, dus daar moet ik nog een andere oplossing voor weten. U hebt de boot zo voor de hand weg? Nee, dat zeg ik. Deze boot is minstens net zo oud als ik. Dus ik heb hem nooit gebouwd. Nee. Die is van een oud lid geweest die in zijn testament had opgenomen dat mijn vader en ik zijn boten zouden krijgen. Omdat zijn kinderen daar geen belang bij hadden. Ja.
Nou ja, en wij zijn er op een gegeven moment mee bezig gegaan van joh, met de tegenwoordige techniek moet dat toch mogelijk zijn om dat ding inderdaad uit het water te krijgen. Ja, ja. Maar hier zie je heel mooi het hele principe waarbij die dus echt door een flexibele as, de motor die ligt gewoon in de boot natuurlijk, maar de flexibele as zorgt dat de aandrijving bij de schroef komt. Maar je ziet het zo op het drogen ook wel, die as die is enorm aan het zwabberen. Nou, dat wordt een beetje gedempt tijdens het varen door het water. Maar op een gegeven moment begint die gewoon enorm te rammelen. Dat is het geluid wat u net inderdaad heeft gehad. Ja. Hoe lang duurt de bouw van zo'n boot ongeveer? Ja, dat ligt eraan. Kijk, als je dit soort boten hebt, dan ben je anderhalf jaar bezig. Anderhalf jaar? Ja, want het is natuurlijk niet waar de mensen denken, je bouwt een boot. Maar dan komt het schilderen. Ja, alle kleine onderdelen moeten geschilderd worden. Alle elektronica, alle lampjes erop. Andere dingen moeten erop komen. Dat is een hele klus. Je moet niet rekenen, we zijn er niet dagelijks mee bezig. Je kunt in de schuur wel bezig zijn, maar als je geen tijd hebt, dan laat liggen. De stuur hit mis ik op die boot. Ja, de kombuis. Kombuis, ja. Ja, ja, dat, ja die boot is niet van mij hoor. Oh, oh. Die boot is van hem. Ja, ja. Maar hij zegt dat hij dat ding kwijt is. Dat hij niet weer kan vinden. Maar dat geloof ik natuurlijk niet. Hoor. Nee, maar ik denk dat het een of ander gebrek is. Dus, ja, 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 ja. Maar heb je wel gezien de stuur dat erop zat dan? Ja, op de club wel. Op de club wel, ja. Op de club wel. Maar schijnbaar hier, hij is denk schijnbaar kwijt. Ja, ja, ja. Van, het kan gebeuren. Hè? Ja, natuurlijk. Korte gedicht zonder titel van Tjitske Jansen is op de hoek van de Grote Straat Zuid en de Hofkampstraat aangebracht. Een gedichtje als knipoog. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen.
Op 4 april 1945 trokken Canadese legereenheden Almelo binnen om de stad te bevrijden van achtergebleven Duitse troepen. De inwoners van Almelo wilden graag een blijvende herinnering aan de gebeurtenissen van deze dag. Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder Overijsselse architecten. En als winnend ontwerp kwam in 1951 dat van Jo Baljet uit de bus.